Adib Mansour, nieuw bij AVV Alphen. Yes. Hoe lang heb je niet gevoetbald? Minimaal 4 jaar wel niet. Niet? Vier jaar niet. Nou, dan moet ik je hele grote complimenten maken. Dank je wel. Ik vond je een van de betere spelers bij Alphen, ondanks het verlies van 2-1. Wat vond je daarvan? Spijtig. Ik denk dat het te maken heeft met dat het natuurlijk ook de eerste wedstrijd is. Allemaal even wennen aan elkaar natuurlijk. Maar ik heb wel veel strijd gezien en heel veel potentie. Dus ik denk wel dat er een goede lijn is omhoog. Volgens mij wel. Zeker. Waar heb je het laatst gespeeld? Laatste club is Alexandria 66 in Rotterdam. Oh, in Rotterdam. Leuk. Ja, zeker. In de A1. Club. Ja, klopt. Oh, A1. Ja. Ja, nee, dan weet je wel wat voetbal is. En je speelde ook inderdaad goed. Je ging goed mee naar voren. Is dat je spelletje? Jawel. Opkomend ben ik denk ik wel sterk. Het is natuurlijk even wennen weer het voetballen, conditioneel. En dan, maar ja, ik heb natuurlijk weer een paar momenten kunnen hebben om naar voren mee te gaan. Ja. En dat is wel mijn sterke kwaliteit, denk ik. Oké. Wat dacht jij van dat tweede doelpunt van hun? Ik heb in de uitzending gezegd buitenspel. Voor mijn gevoel was het ook inderdaad buitenspel. Wel maar liefst een meter volgens mij. En voor mijn gevoel kreeg de scheids heel veel druk van de zijkant, allemaal geel aan alle kanten. En die daar een beetje misschien door beïnvloed is. Heb ik ook in de uitzending gezegd en het klopt ook inderdaad. Ik kon van mijn positie zien dat buitenspel was. En ik heb ook genoemd geflatteerd deze overwinning van Erkendes. Vind je ook? Ja, jawel. Jawel. Maar inderdaad de onwennigheid bij Alphen. Precies. Was er ook. Ja, zeker. Dat was het vooral. Hoe gaat de toekomst eruit zien? Ik denk dat wij best wel hoog kunnen eindigen in de competitie. Ik denk dat het vooral, zoals ik al zei, is wennen aan elkaar. Ik heb heel veel goede momenten gezien. En ja, vooral wennen aan elkaar. En dan denk ik dat we wel een mooie competitie kunnen hebben dit seizoen.